Actoren binnen de houtsector wachten op een reactie van de autoriteiten in de kwestie waarbij de overheid nieuwe kostprijzen heeft vastgesteld. Rajan Baldeel, voorzitter van de Algemene Surinaamse Houtunie, ASHU, zegt dat de organisaties binnen de sector snel een oplossing willen, omdat de huidige prijzen helemaal niet gunstig zijn voor de ondernemers. Ik heb eigenlijk niet veel te melden. Ze zou het zaakje voorleggen aan de RVM en de RRV. Maar daarna hebben we niets meer gehoord helaas. En ja, dat weekend is er weer tussenin gekomen. Dus misschien dat we morgen wat horen. Want ook mevrouw Huur aan het parlement zou ons slag doen. Maar we hebben niks meer gehoord. Oké. Dus, De status quo is hetzelfde. Alleen is er hopelijk meer oor voor ons probleem binnen de regeringsraad. Baldeel geeft verder aan dat door de vastgestelde prijzen de ondernemers nu gedwongen zijn om werk te doen welke prioriteit geniet. Zakenlieden doen namelijk geen werk dat in hun nadeel gaat werken. Kijk, je exploitatie stopt wanneer je ergens in de zaken moet regelen bij SBB, want zij dwingen je gewoon die grote tarieven te betalen. Dus jij moet een keus maken of je wat de urgentie van jouw opdracht is, of je wel of niet doorgaat. En een aantal mensen zijn afgestopt, Want je gaat geen verlies onder omstandigheden van verlies draaien doorwerken. Het is niet zinvol. We kennen het in Suriname niet echt dat je wanneer je boekhoudkundig je zaak volgt, op de een of de andere dag sluit met je exploitatie. Maar dat gaat waarschijnlijk in dit keer wel gebeuren, omdat de kosten, je gaat onder geen enkel beding ga je winst kunnen maken. Dan moet je echt direct op de rem trappen. Vorige week zaterdag hielden de verschillende organisaties binnen de houtsector al een persmoment om de problemen aan te kaarten. Woensdag heeft minister Dinota Forsweek een gesprek gevoerd met de organisaties. De bewindsvrouw beloofde journalisten toen dat er vervolggesprekken zouden komen.